Het is maandag 28 maart 2022. De Sint-Janskathedraal in Den Bosch doet zich te goed aan de voorjaarszon die uitbundig schijnt. Het is de plek waar de Camino Brabant, een pelgrimswandeltocht door Brabant, officieel in gebruik wordt genomen door Jacques Mikkers, burgemeester van Den Bosch. Met het afstempelen van de eerste paar pelgrimspaspoorten gaf hij het startsein in de Mariakapel van de Sint-Jan. Die plek is niet zomaar een willekeurig gekozen plek. In die Mariakapel begint namelijk de eerste etappe van de Camino Brabant. Na 300 kilometer wandelen door het Brabantse land kom je uiteindelijk ook weer terug in deze kapel, bij het beroemde Mariabeeld dat bekend staat als de Zoete Moeder. Dagelijks bezoeken honderden mensen de kapel om er een kaarsje te branden. Een mooier startpunt voor een pelgrimstocht door Brabant is nauwelijks denkbaar. De Camino Brabant is een pelgrimswandeltocht door het Brabantse landschap. En het idee van de Brabantse Camino is ontstaan bij initiatiefnemer Jan Groene uit Veldhoven. Ik heb 3 jaar geleden heb ik Camino Santiago gelopen vanuit Porto. En daar heb ik ontzettend veel voor getraind in het mooie Brabantse land. En ik vond het hier net zo mooi. En toen dacht ik, waarom hebben we dit niet in Brabant? De Camino Brabant is, zoals gezegd, 300 kilometer lang en bestaat uit 13 etappes. Tijdens de 13 wandelroutes loop je door de mooie Brabantse natuur en doe je steden en dorpen aan. De Camino brengt je ook langs de vele kapelletjes die Brabant rijk is. In die kapelletjes kun je de stempelkaart afstempelen. De Camino is niet zomaar een wandeltocht. Dat vindt ook burgemeester Mikkers. Nou, ik denk dat het een goed teken is om de verbinding in Brabant op een goede manier neer te zetten. Het feit dat mensen 300 kilometer kunnen lopen en al die mooie plekjes in Brabant zien. Toch ook met een doel. Dus niet vrij rondlopen, maar om juist in de Mariakapellen en de kapellen van Brabant te ervaren. Ik denk dat het mooi is en het geeft iets aan van onze cultuur die wij in Brabant hebben. We doen het samen en we willen er ook betekenis aan geven. En die combinatie is denk ik goud waard. Ik verwacht dat het eerste jaar dat we zo'n 500 aanmeldingen gaan krijgen. En ik denk dat het daarna alleen maar meer gaat worden. En als ik nou zo'n stempelkaart wil hebben, wat moet ik dan doen? Gewoon naar onze website gaan, www.caminobrabant.nl. Daar kun je de stempelkaart bestellen. Onvermijdelijke vraag, wat kost die? Hij kost €19,95, exclusief €2,95 verzendkosten. Kan ik zo'n stempelkaart bemachtigen? Wanneer kan ik dus echt van start? Binnen 2 weken. Dus dat is dan 10 april.